Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van donderdag 8 mei. Met onder andere invallen door politie in Rijnwijk, corporaties en Arnhems College weer in gesprek. Verzorgingstehuis Paasberg in Arnhem sluit in 2016 de deuren. Toch blijven nieuwe bewoners welkom. Woonzorgmanager Wilma van Aragon zegt dat ze ondanks de sluiting er alles aan doet om het huis zo leefbaar mogelijk te houden. Zo worden er voor de bewoners geregeld activiteiten georganiseerd. Het verzorgingstehuis behoort tot de drie gastenhuizengroep. Als gevolg van de bezuinigingen op de zorg heeft de zorgorganisatie besloten Paasberg te sluiten. Bewoners kunnen vanaf 2016 verhuizen naar andere huizen van de gasthuizengroep. De politie heeft donderdagmorgen invallen gedaan in meerdere panden in de Rijnwijk. Er is ongeveer 50 man politie en ME ingezet. De invallen werden gedaan op verzoek van politie in het buitenland. Dit in het kader van een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Uit welk land het verzoek kwam, wilde de politie nog niet zeggen. Er zijn geen aanhoudingen verricht en volgens de politie is dat ook niet op korte termijn te verwachten. In hoeveel huizen precies werd gezocht, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Wel waren het er minder dan 10. Vorige week woensdag werd in Arnhem het coalitieakkoord met de stad gepresenteerd. VVD-voorman Leendert Combé heeft kritiek op het akkoord. Wij gingen langs en vroegen hem om zijn mening. Je hebt flink kritiek op het coalitieakkoord. Nou, de kritiek zit met name, als ik het een beetje op hoofdlijnen moet zeggen, zit het voornamelijk vast op dat er zo weinig ambitie en urgentie uitspreekt dat je moet blijven investeren in de stad. In mijn optiek moet je investeren in de stad zodat die aantrekkelijk blijft en gastvrij is. Zodat mensen graag willen wonen en bedrijven graag willen vestigen. En dat zie ik heel weinig terug. Er zijn alleen maar maatregelen die erin staan die dat juist tegenwerken. Bijvoorbeeld avondparkeren, bijvoorbeeld, dat lijkt me voor een gastvrije stad een hele slechte maatregel. Het marktautovrij, hele rijdersplein autovrij. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, van, ja, dat lijkt me voor de stad gewoon geen goede zaak. Een ander punt is natuurlijk Arta. Ik bedoel, daar hebben ze nu definitief een streep doorgetrokken. En je kan van het gebouw vinden wat je wil. Maar de economische impuls die van Arta uitgaat, dat je een extra functie in de stad brengt. Ja, dat hebben we als VVD altijd heel belangrijk en goed gevonden. Want hoe meer mensen in die stad, hoe meer reuring in die stad. En je moet in onze optiek gewoon veel meer kunnen doen in de stad dan alleen maar winkelen en horecabezoek. Er moeten gewoon functies in die stad bij. En dan was het museum echt een hele goede kans. Ja, en zeker met de financiering van de provincie erbij en zo, was dat in onze optiek de kans. Maar die is helaas om zeep. Ja, want in de Gelderlanden zegt u van het coalitieakkoord is volledig bij elkaar geharkt. Waar bezit u dat op? Nou ja, je ziet gewoon, er zit weinig visie in. Het is inderdaad, er zijn ook verslagen uitgelekt waar ook blijkt wat de lijstjes zijn van de verschillende partijen. Nou, uit die verschillende lijstjes zie je natuurlijk punten terug. Dat is natuurlijk over het algemeen zo bij coalitieakkoorden, want het is natuurlijk altijd een compromis. Maar van zo'n compromis kun je wel in ieder geval een meer samenhangend verhaal maken dan de puntjes bij elkaar optellen. En dat valt op en dat geeft een weinig stevig beeld naar de toekomst, vind ik. Ja, want u mist voorstellen om voor bedrijven aantrekkelijk te maken zich in Arnhem te vestigen. Ja. En wat is er dan wel goed in het akkoord nu? Nou, er staat wel één ding in, zeg maar dat is een heel beperkt aantal, maar er komen twee acquisiteurs bij. En de acquisiteurs, er zijn dus mensen die vanuit Arnhem zorgen die op pad gaan om bedrijven aan te trekken voor de stad. Nou, dat is een begin. Maar dat vind ik wel mager. Als je met CDA en D66 in zo'n coalitie zit, dan had ik daar wel meer van verwacht. Ook als je naar hun verkiezingsprogramma's kijkt. En ik heb ook het vorige akkoord er even bij gepakt. En daar staat in dat er een stedelijke economische raad, de SER, is. Ja. Die het aantrekkelijker moet maken voor bedrijven om zich te vestigen in Arnhem. En is die raad er nu überhaupt nog? Ik weet niet of hij er nog is, of hij in het nieuwe akkoord er nog is. Hij is er niet uitgehaald, dus hij zal er nog zijn. En die is er ingekomen door de VVD, omdat wij zeiden van, het is Economisch Forum Arnhem heet dat. Daar zitten de belangrijke werkgevers van Arnhem, zitten twee keer per jaar bij elkaar om met het college, zeg maar de wethouder economie en de burgemeester te overleggen van, god, wat vinden wij nou voor die stad van belang? En het is in mijn optiek heel belangrijk om te weten wat je grote werkgevers vinden dat er in de stad moet gebeuren. En dat gaat heel breed. Dat gaat van bereikbaarheid tot imagocampagnes, tot al die dingen worden daar besproken. En volgens mij blijft dat bestaan, maar ik weet het niet. Ja, voelt u zich nou ook bijvoorbeeld gepasseerd als VVD dat u niet in de huidige coalitie zit?
ja, gepasseerd. Kijk, dat is politiek. Op een gegeven moment dan, soms zit je in de coalitie, soms zit je in de oppositie. Ik vind het heel jammer. Ik vind het voor mij persoonlijk niet hoor, want dat maakt mij niet uit. Maar ik vind het voor de stad erg jammer. Als ik nu het akkoord zie, dan denk ik van ja, als de VVD aan tafel had gezeten, dan, ja, dan had er toch een ander akkoord gelegen. Waar nou, ik zelf en nou ja, veel mensen met mij, hoop ik, blijer van waren geworden. Het aanstaande college van burgemeester en wethouders en de drie grote corporaties zijn weer in gesprek. De partijen hebben een conflict over het plan om een deel van de rioolbelasting te verleggen van gebruiker naar de eigenaren. De eigenaarsheffing kost Portaal, Arnhem, Vivare en Volkshuisvesting Arnhem jaarlijks meer dan 1,5 miljoen euro. Als reactie legden de corporaties meerdere plannen stil, waaronder het plan winkelcentrum Schuitgraaf. Het nieuwe college wordt maandagavond geïnstalleerd. Daarna worden de onderhandelingen met de corporaties geopend. De verslagen van de coalitiebesprekingen van het college worden binnenkort openbaar gemaakt. Volgens formateur Martijn Leijsink van D66 is het mogelijk dat dit al deze week gebeurt. Het gaat om alle verslagen die laten zien hoe het proces van geven en nemen is verlopen. De onderhandelaars hebben volgens Leijsink bewust gekozen om de besprekingen zelf niet in het openbaar te houden. Daarmee zou je het risico lopen dat partijen niet zeggen wat ze echt denken. De openbaarmaking is een verandering in de Arnhemse stadsgeschiedenis. Verslagen van coalitiebesprekingen werden tot nu toe als vertrouwelijk bestempeld en strikt geheim gehouden. Michiel van Wessem heeft tijdens zijn afscheidsreceptie zijn laatste kritiek geuit op het gevoerde beleid in zaken Arta. De voormalig wethouder voor economie, sociale zaken en cultuur schetste het belang dat Arta voor de economie van Arnhem had kunnen hebben. Van Wessem, die eerder opstapte na een vertrouwenscrisis, zegt dat hij de afloop van Arta niet begrijpt. Volgens hem is het gebouw definitief geschrapt, maar blijft het bijbehorende budget beschikbaar voor onderliggende doelen. De bouw van het Kunstpaleis is door de nieuwe bestuurlijke coalitie van de D66, SP, CDA en GroenLinks afgeblazen. Tot slot het weer. De dag begon vandaag bewolkt, maar het bleef droog. In de middag viel er wel regen en liep het op tot 15 graden. Vanavond blijft het regenen en is er kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 10. Vrijdag is er vrij veel bewolking en valt er regen. In de middag breekt de zon zo nu en dan door. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 15 graden.